20 november 1989. De Verenigde Naties presenteren het kinderrechtverdrag aan de wereld. Mankind owes to the child the best it has to give. Een paar dagen later zitten de Nederlandse ministers in Den Haag vol spanning op de postbode te wachten. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de kinderrechtenverdrag? Ja, ik ben wel benieuwd wat erin staat. Ja, ik ben ook zo zenuwachtig. Ik ga even kijken of er de post komt. Meer dan 180 landen hebben het getekend, hè? Ja. Oh, daar moet hij zijn. Dit is de andere post, alsnog. Dank u wel. Alsjeblieft. Die is er. Eindelijk. Ja, ik ben echt benieuwd wat die kinderrechten zijn. Ministers, ik presenteer jullie de kinderrechtenverdrag. Die is zo dik! Terwijl de minister nieuwsgierig door het verdrag bladeren, komen er voor het kantoor steeds meer journalisten te staan. Hé, ik zie daar allemaal journalisten achter de hek staan. Oh, staan er allemaal journalisten? Oké, ik ga even een luchtje scheppen. Hier vandaag in Den Haag is de kinderverdrag afgelopen. Ik als minister vind het heel belangrijk dat de kinderrechtenverdrag is getekend. Want alle kinderen zijn gelijk. Hey, ik wil ook op tv. Er gaan 25 jaar voorbij en ministers en andere belangrijke mensen lijken nu anders te denken over het kinderrechtenverdrag. Ik vind er helemaal niks dat alle kinderen in Nederland gelijk zijn. Ja, dat vind ik ook. Hier, moet je kijken. De blonde meisje, die is toch veel belangrijker dan die bruine jongen? Ja, de kinderen zijn helemaal niet gelijk. Ik vind dat we een nieuw verdrag moeten maken. Ja, met veel minder rechten voor donkere kinderen. Je hebt echt gelijk. De twee belangrijke mensen gingen gelijk aan de slag. Zo, dit is niet belangrijk. Dit kan weg. Die is niet zo belangrijk. Zo, recht op een eigen naam is niet zo belangrijk. Recht op eigen paspoort is niet belangrijk. Dit kan weg, dit kan weg. Na een paar uur rechten en artikelen uit het kinderrechtenverdrag gescheurd te hebben, was er van het originele kinderrechtenverdrag nog maar heel weinig over. Zo, hij is wel een beetje dunner geworden. Gaat dat mensen niet merken? Daar weet ik wel een oplossing voor. Het kinderrechtenverdrag voor de buitenlandse kinderen werd in precies dezelfde doos gestopt. En 's avonds legden zij de twee verschillende kinderrechtenverdragen terug in de kast. Kom op, wegwezen. In het immigratiekantoor IND kwam een paar dagen later een gezin om informatie te vragen. Hallo, bent u van de IND? Ja, wij zijn van de IND. Ik wil graag een paspoort van mijn kind. Ik weet niet als dat zomaar mag. Je moet eerst gebeld worden en dan verteld in welk kinderrechtenverdrag gekeken moest worden. Hallo, ik heb hier wat mensen staan. Als er mensen uit een ver vreemd land zijn, moeten we in de tweede kast kijken. Is goed. Dat is een kleine verdrag. Waar komen jullie vandaan? Irak. Dan hebben jullie geen recht op een paspoort. Echt waar? Welke recht hebben we dan wel? Oh, jullie hebben recht op een schoon glaasje drinkwater. Hé, maar kinderen hebben toch veel meer rechten? Nee, dat is het enige recht die we voor jullie hebben. Oké, doei. Het nieuws van de verschillende kinderrechten kwam al snel bij de baas van de Verenigde Naties terecht, die gelijk met de Nederlandse president belde. Hallo Mark, u spreekt met de VN-baas. Hallo VN-baas, wat leuk, waarom belt u? Ik heb een hele slechte nieuws over Nederland gehoord. Echt waar? Vertel dan eens. Ik heb gehoord dat de kinderen niet gelijk behandeld worden. Als u het goed vindt, komen we eventjes aan Nederland om te controleren. Zij vlogen naar Nederland en werden in Den Haag hartelijk verwelkomd. Ik ben de minister van VN-baas. Als het goed is, hebben jullie de kinderrechtenverdrag, toch? Die is wel dik, hè? Oh, ja. Ik denk dat dit gewoon de goede is. Ik weet niet waarom ze hebben klachten. Het lijkt wel alsof er nog één van die doos staat.
Oh, laat eens even kijken. Nee. Mogen we even kijken? Want nee. Op die andere dit is niks, niks. Hè? Wat is dit nou? Maar dit klopt helemaal niet. Moet je kijken, wat een verschil. Wat heeft dit nou te betekenen? Ze vertelde hun idee dat niet alle kinderen recht hebben op een veilig leven en dat die kinderen maar weg moeten. De VN-baas regelt dat alleen het echte kinderrechtenverdrag in Nederland geldt. Jullie worden gearresteerd, meekomen. Neem ze maar mee hoor. Ja. Zo, dat doen we met mensen die kinderen niet gelijk behandelen. Dat klopt.